De bond bij openbaar Groen is teleurgesteld in de leiding van het ministerie van Openbare Werken. Nadat er zoveel ultimatums zijn gegeven, hebben wij het recht om teleurgesteld te zijn, zei bondsvoorzitter Hugo Blanker vanmorgen aan journalisten. De bond hield vanmorgen een prikactie op het terrein van het departement aan de Kernkampweg. Omdat we op zoveel april die minister hebben gezegd van luister, we hebben je zoveel deadlines gegeven. Steeds kom je mooi met mooie verhalen. Een van de dingen is overlegorgaan. We hebben de minister gezegd van we gaan ons wenden tot de president. De president is steeds kopie verleend van de problemen. We werden toen opgebeld door de adviseur van de president. Blanke zegt dat als de leiding serieus was, zij het niet zo ver hadden laten komen. Blanke stelt dat er misbruik gemaakt is van de afgelopen tote lockdown, welke duurde van 31 mei tot en met 18 juni. Na deze periode is de bond volgens hem geconfronteerd met vriendjespolitiek vanuit de staf. De bondsvoorzitter belooft dat hij met alle leden naar het kabinet van de president zal gaan als er vandaag geen goed geluid komt. Blanke zegt niet te vrezen dat hij met zijn leden opgepakt zal worden door de gewapende machten. De bond komt op voor gedane beloftes als kledingstoelagen, schoeisel en de verzelfstandiging van het directoraat.